Ja, we maken verschillende grootte, verschillende kleuren en verschillende figuren erin. Een half uur zo, maken we één vlieger. Niemand heeft me geleerd om een vlieger te maken. Ik zag mijn neef, hij ging vliegers maken, heeft hij me gewezen, heb ik het zelf gemaakt. We nodig hebben zakken, garen, leem, schaar, printers. En als je toch veel touw hebt, dan gaat het zwaar zijn. En als je die printer of bamboe of mooi ziet, niet goed schoonmaken, gaat het ook zwaar zijn. We maken vliegers en daarna zetten we ze op. Bepaalde verkopen we. Met dat geld dat we die vliegers dat we verkocht hebben, met dat geld daar kopen we materialen om andere vliegers te maken. Als je op iemand voor een vlieger zet, dan is het een soort van geluid. Maar ja. Dat doet dan veel voor. Hoor je het ook wel in de lucht? Ja, mevrouw. Alles wat ver, dat hoort hier. Zo, wanneer we strijden, maar spelen we met andere jongens. En dan strijden we wie die vlieger eerst zakt, is het van ons. Wie vlieger is? Welke vlieger eerst zak is van ons. Als wij het hebben getrokken en het is gezakt bij ons, is het van ons. En als het bij die andere jongens is gezakt, is het van hun.